Anderhalf jaar geleden begon dit als 2 weken lockdown om de curve te flatten. Nu doen we telkens weer de lead back. Hugo, ik zie kook in je nose. Mondkapje op, ik zie wie de pedocratie steunt. The Great Awakening. Je offert jezelf op en hoopt dat het stopt. En dan komt er weer een golf en willen ze je kinderen ook. Lijkt me lastig om een held van de zorg te zijn. Vandaag applaus, morgen geklap. Ja, zijn we weer. Jullie wilden natuurlijk een update. Maar vanochtend aangekomen. Ja, je moet je vooral niet laten kisten. Want ze maken je bang op het nieuws van rijden. En kijk, het zal voor heel veel mensen ook echt zo zijn geweest hoor. En heel veel mensen hebben geen goede ervaringen. Maar ik zeg je eerlijk, ik was echt heel zenuwachtig. En ik dacht, wat staat me te wachten? Het is geen 2019 meer. Maar het was echt een soepele reis. Eindhoven is altijd een beetje inschatten wanneer je van huis moet vertrekken. Maar die vlucht was om 7:55. Ik kwam om 7:45 aan. En er was inderdaad wel een rij. Ik weet niet of ze buiten stonden. Dat kon ik niet zien. Want tegenwoordig is het allemaal afgezet. Je kan er niet meer echt komen. Maar ik kwam via de zijdeur. En ik zag wel dat gewoon de hele luchthaven was gewoon vol. Het was één grote rij. Dus ik dacht van ja, dit is zinloos. Ik vroeg ook aan die meid. Ik zei, ik kan beter gewoon weer naar huis gaan, toch? Ze zei, nee, want jij bent binnen, als jij binnen een uur vertrekt, kan je gewoon bij de, hoe heet dat, bij het sneltraject. Dus dan kan je daar gewoon tegen die meid daar zeggen van, luister, mijn vlucht vertrekt, zo, ik moet even door, snap je? Dus ik kon eigenlijk gewoon die hele rij omzeilen en ik kom direct door naar de douane. Daar heeft het wel 20 minuten tot een half uur geduurd. Ik was vrij snel door, dus het was gewoon net als reizen als vroeger, hoe ik vroeger naar Eindhoven ging. Dus gewoon, weet je, een uur van tevoren en je bent vrij snel door en je zit, voordat je het weet zit je in het vliegtuig. Dus het was gewoon soepel. Dus laat je niet kisten. Als je op vakantie wil, ga gewoon. Want ze gaan nu beginnen met het klimaat en al die onzin. Dit is misschien niet de beste achtergrond voor die klimaatgekken, want dit bevestigt misschien een beetje wat hun zeggen. Maar dit zijn gewoon bosbranden. Dit is gewoon normaal hier. Dus elke zomer. Helaas, het is wel heel sneu, maar het is wel gewoon normaal hier. Ga gewoon op reis als je dat wil. Dus eerst dacht ik van wat een schapen dat mensen in die rijen gaan staan. Weet je, pak dan lekker de auto of ga in Nederland op vakantie. Maar achteraf heb ik er wel respect voor, snap je? Want je hebt gewoon zin in vakantie, je werkt er hard voor. 2 jaar tirannie. Ga lekker op vakantie, weet je. Dat moet gewoon kunnen. Dus ik vind het echt dapper dat mensen in die rij gaan staan. Maar ik heb gelukkig niet mee hoeven maken. Ik dacht van wel, ik was al bang, maar ik kwam aan en ik kon vrijwel meteen doorlopen bij Eindhoven. Dus het zal niet voor iedereen zo zijn geweest, maar voor mij was het echt positief. En hier zijn we weer. En ja, mijn blik op de wereld is nu wel anders, snap je? Ik zal niet meer zo gauw naar die grote supermarktketens gaan waar we vorige keer niet welkom waren. Dat wel. Maar er is weinig corona nu, weet je? Je ziet nog wel die borden en je ziet wel gekke naamkorven lopen. Het is toch weghalen? Die mascara. Maar het is wel chill hier, weet je wel. Maar het is dag 1 natuurlijk, we zullen zien. Overigens hebben ze het wel geprobeerd. Want onderweg naar Eindhoven, net bij het vliegveld, was er ineens een bord. Alle wegen waren afgezet. Het was van, ze zijn bezig met een tunnel daar te bouwen. En ik van, midden in de zomer. Snap je? Terwijl toen de boeren wouden demonstreren, zei, weet ik veel, een of andere minister, die zei, nee, je mag Schiphol en luchthavens niet platleggen, want dat is belangrijke infrastructuur. Toch? Nou, vervolgens gaan zij wel de boel platleggen in de zomer, terwijl iedereen op vakantie gaat om een tunnel te bouwen. En ik van, het is ook nog eens heet, het is een hittegolf, laat die jongens lekker naar huis gaan of in de winter terugkomen. Dus dat bedoel ik. Dus ze moesten helemaal omrijden. Dus ze proberen je te ontmoedigen. Je moet gewoon gaan. Je moet gewoon, en ik vind dat echt wel knap dat mensen gewoon in die rij gaan staan. Eerst dacht ik schapen toen ik het eerst zag een maand geleden bij Schiphol. Nu denk ik van nee. Eigenlijk wel respect dat de mens heeft zoveel doorzettingsvermogen. Ze gaan gewoon. We willen op vakantie in Rutte. Je kan lullen over je klimaat en Kaag en GroenLinks. Want het is niet alleen Rutte. Hè. Het is die hele kliek. Lul maar over klimaat en je virus en weet ik wat, we willen op vakantie. Punt. En als we in die rij moeten staan, als we daar doorheen moeten, dan bijten we door de zure appel heen en dan gaan we gewoon. Dus ik vind dat wel knap, man. En nou ja, voor mij was het lekker soepel, net als vroeger. Boodschappen gedaan. Nou, kijk, dan heb je ook wat. Drink veel water. Ik ga niet meer naar die grote supermarktketens, want we waren toen ook niet welkom, snap je? En ik weet niet of deze supermarkt, kijk, dat is ook een keten, maar is wat kleiner. En ik ga morgen sowieso naar de markt. Ja, ook hier in Portugal zie je heel veel demo's, maar het is allemaal apart. Dus over benzineprijzen, over loon, over inflatie. Maar mensen zien niet het grote plaatje, dat hier gewoon wat aan de hand is. En dat als jij gewoon op een andere politieke partij stemt, als jij misschien gewoon die rechtse populisten eens een keer een kans geeft, dat het misschien gewoon allemaal verandert. Maar mensen zien het allemaal als aparte, ze zien niet een big picture, ze zien geen geheel, zeg maar. Dus ik vergelijk het soms met een restaurant. Je gaat iedere keer naar hetzelfde restaurant. Je stemt iedere keer op dezelfde partij. Je gaat iedere keer naar hetzelfde restaurant.
Je bestelt de ene dag vis. Die vis is verrot, weet je wel. Je komt de volgende dag terug, je bestelt de kip. De kip is ook niet te eten, weet je wel. Maar je gaat iedere keer terug naar die restaurant. En je maakt een klacht, je gaat klagen tegen de eigenaar van nou, die kip is niet goed, die vis. Maar je snapt niet dat het probleem bij het restaurant ligt. Vervolgens valt de stoel ineens in elkaar en je blijft naar het restaurant gaan. En dat is dus wat mensen doen. Je kan wel demo's organiseren over al die aparte onderwerpen, maar het is gewoon één groot geheel. Stem op een andere partij of zo en al die problemen worden dan opgelost. Ga naar een ander restaurant en heb je elke dag gewoon goed eten, dan heb je die klachten niet meer. Ja, dit is wel grappig. Dit is een beetje de Thierry Baudet van Portugal. Dus dit is dan de rechtse populist. Hij zegt meer salaris, een hogere salaris en... Hij wil af van de premier, dat met het witte haar en de bril. Daar wil hij van af. Dat is een beetje de Rutte van Portugal, dat is de premier. En ja, mensen stemmen er niet op natuurlijk. Want ja, je gaat toch niet stemmen op iemand die jouw salaris wil verhogen? Je wilt toch juist hard werken en een slaaf zijn voor de kabal? Je wilt toch juist dat Bill Gates een nieuwe private jet kan kopen? Je wilt toch niet een hoger salaris? Ja, het is echt heel, het is heel apart. Het is heel apart hoe mensen zijn. Maar ja, dit is dus de populistenpartij van Portugal, Chega. Dus het is klaar zo, genoeg. Het was leuk geweest. Wat zijn dit? En knappe chicks in Portugal. Ja, nou, op zich wel, het kan er wel mee door. Toch? Laat het weten in de comments wat jullie vinden van de ladies in de PT. Ze hebben hier dus ook van die climate change organisaties. Ze zeggen de overheid blijft climate change negeren. En waarschijnlijk is het gewoon een instantie dat gesponsord wordt door de overheid. Net als in Nederland. Milieudefensie en zo. En dan, kijk, we kennen allemaal die meme, toch? Dat op het vliegveld staan ze allemaal op 1,5 meter afstand als ze moeten inchecken bij de balie. En vervolgens in het vliegtuig zitten ze bovenop elkaar. Het is echt één grote grap geweest. Kijk dit dan. Bij het vliegveld. The fuck, man. The crime scene. Hoe durf je je auto te parkeren? Kijk, hun zeggen dan, het zijn geen chemtrails wat je ziet. Het zijn contrails, dus uitlaat, exhaust. Alleen, dit is een vliegtuig. En ook als je auto's op de weg ziet, zie je niet allemaal witte, grijze strepen, toch? Op de weg en allemaal kruisend door elkaar. En, ik bedoel, als vliegtuigen op die manier zouden vliegen, dan zouden er overal ongelukken zijn. Dan zou je allemaal stukken vliegtuig op je hoofd krijgen als je op straat liep. Dus het is volgens mij wel logisch. Maar ja, de waarneembare realiteit versus de mainstream media propaganda. Kijk deze Mongolen, een heel gezin. Kijk, je hebt het gemist. Niemand moest het mens ook. Er waren altijd protesten en demo's. Ze was ooit populair en nu moet niemand dat mens meer. Ze geeft haar ook de schuld dat een zwangere vrouw in het ziekenhuis is overleden omdat ze zo'n pijn op heeft gemaakt van de zorg. Ze moeten van de overheid de prijs van water nu verhogen voor de droogte, zogenaamd. Maar de staten die weigeren het. Os três conselhos algarvios acreditam que não se pode olhar para os meses de verão como um exemplo e dizem que as medidas devem ser tomadas para o ano inteiro. Dus als wel knap, ze weigeren. Dus de overheid zegt, je moet de prijs omhoog gooien en die steden en die burgemeesters weigeren. Dat is wel heel knap. Dit is ook leuk. Zelensky, die waarschuwt Rus alvast, begin maar alvast te rennen. Dus hier hebben ze dus ook de oorlog. Dat is wel lachen. Ik dacht dat het allemaal corona zal zijn. Ik heb sinds ik ben aangekomen geen fake nieuws gekeken. Dus ik dacht even kijken wat hier allemaal speelt en waarom al die bange mensen nog met kapjes lopen. Maar niks over corona, maar wel, hier hebben ze dus ook de oorlog. Het was dan het fake nieuws, de NOS-journaal van Portugal. En ze hadden het nog steeds wel over die coole Zelensky, maar op zich waren ze ook wel eerlijk dat de Russische kant ook wel 1000 man heeft afgeschoten en 50 tanks heeft vernietigd. Dus ze zijn wel wat eerlijker, maar we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Alhoewel, ik weet niet of ik vaker ga kijken trouwens. En het is ook apart dat overal dezelfde dingen spelen. Dus inflatie en dat zo'n dictator dan roept de prijzen omhoog. En de Portugese Mark Rutte zei ook
over die minister van Volksgezondheid die moest aftreden van... De oppositie ging druk uitoefenen van dat ze er zo'n puin op van had gemaakt. Van dat mensen moeten aftreden. En hij zei, nou dat bepaal ik. Ik bepaal wie in het kabinet zit. Maar uiteindelijk heeft hij toch moeten zwichten. En er waren ook beelden van Lissabon Airport. Helemaal vol, net Schiphol. Dus het is overal hetzelfde. Het is allemaal, het is geen toeval. Kijk, hier kan Nederland wat van leren. Dus je hebt hier een waterslangetje. Kan je ruiten mee doen. Snap je? Het is wel voor nette mensen bedoeld. Kijk, zijn mensen die gaan er dan een hele carwash van maken. Kijk, dat vinden ze niet zo leuk als je dat doet. Maar om je ruiten even schoon te maken. Ook veilig. Jullie Klaus Swappies zijn heel erg van de veiligheid. Daarom lopen jullie met niet werkende mijlkorven. En, snap je? Dus nou ja, dit is ook voor de veiligheid. En lucht. Gratis lucht. Nu, kijk, al jullie establishment mensen gaan natuurlijk mij nu uitmaken voor wappie, anti-vaxxer, omdat ik vind dat lucht gratis moet zijn. Maar vertel, leg mij uit in de comments waarom jullie vinden. En ga niet allerlei onzin uit linkse elite kranten noemen. Ga zelf jouw reden aan mij vertellen waarom jullie vinden dat je in Nederland, dat het normaal is dat je daar 50 cent voor een minuut lucht moet betalen. En dat het hier gewoon gratis is. Alle prijzen zijn omhoog gegaan, zelfs schoolspullen. Ja jongens, jullie hebben het jezelf aangedaan, hè? Jullie wilden zo graag een pandemie met melkkorfjes lopen. Ja, nu heb je de economie om zeep geholpen. Nou, deze klootzak is ook inmiddels gearriveerd in Portugal. Jensen had het erover dat hij toch had... Wat zei Jensen over hem, Warren Buffett? Dat hij zijn vermogen zou achterlaten om te besteden aan population control. Beste wappies, strijders, jullie hebben het vast allemaal gehoord dat Portugal echt een fijn land is. Ver weg van het gezeik in Brussel. Het is wel EU, maar goed, je hebt wel uitstel van executie. Het gaat niet zo hard als Nederland. Ver weg van alle globalisten. We zagen net in het restaurant op de mainstream media dat die recente bosbranden zijn aangestoken. Dus er is genoeg land vrijgekomen. Je hebt hier ook hele goede real estate agents. Je hebt Berkshire Hathaway. En je hebt nu ook Vanguard, dus nou ja, genoeg om van te kiezen. Dus koop je terrein of je huis ver weg van de globalisten. Kom naar Portugal. Ja, we zijn even overgeschakeld naar de telefoon. Ik zit hier even te wachten. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat ik zo meteen gehypnotiseerd raak als ik nog langer naar dit fonteintje sta. Kijk even de andere kant op. Maar dit is nu ook zo'n ding in Nederland, hè? Ik zag op de AT5... In Amsterdam mag je de duiven niet meer voeren, want dat trekt ratten aan. En duiven zouden nu ook niet deugen. En je ziet dat die hele extreem linkse gedachtegoed, ik noem het extreem links, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Dat is heel besmettelijk. Dat zagen we ook met corona. Het is nog besmettelijker dan corona. En iedereen gaat er dan in mee. Dus duiven zijn nu ratten op vleugels en allemaal van dat soort rare dingen. En je ziet ook hoe slachtpartij van de dieren... Dat die kiezers gewoon totaal geen probleem hebben met dat hele idee van de veestapel halveren. En we weten allemaal wel wat dat betekent. Kijk, wij eten dieren, dieren eten ons om te overleven. Maar dit is gewoon slachten voor niks, want het zijn allemaal vegans die labvoedsel eten. Dat op vlees lijkt, want eigenlijk willen ze gewoon, houden ze wel van een hamburger of wat dan ook. Nou, dan kan je beter gewoon naar, weet ik veel, de biologische slager. Kijk, dierenwelzijn zijn we allemaal voor. En dan kan je gewoon beter, dat is gewoon een veel gezondere optie dan die troep uit de lab. Maar goed, los daarvan. Of gewoon vegetarisch, hè? Ook prima. Maar goed, dit is nu ook zo'n ding dat duiven, die zouden nu ook niet deugen. En ik las ook ergens dat ze hun ontlasting, daar zitten soort chemische stoffen in, wat ik al raar vind, want hoe dan? Het zijn dieren. Maar dus, daar zou dan iets in zitten wat miljarden aan schade aan gebouwen elk jaar veroorzaakt. Ja, en dan denk logisch na, net als met die pandemie. Je zag niet overal lijken, toch? Nou, ik zie ook niet overal gebouwen instorten. Dus denk na. Maar met die linkse killercult is het gewoon... Ja, de motto is een dag niet geslacht, is een dag niet geleefd. Ook met abortus en zo, het is gewoon alles moet geslacht worden. Alles moet dood. Ze haten mens, dier, natuur. Ze moeten alles vernietigen. Kijk, de natuur is perfect en iedereen geniet hier ook van. Maar in Amsterdam lopen waarschijnlijk al die PvdA'ers
Partij van de Slavernij en GroenLinks-kiezers, gevaarlijk links-kiezers, waarschijnlijk te klagen en vies te kijken naar die beesten. Van, oh, dat zijn die duiven, die niet deugende duiven. Want dat zegt de AT5, dat ze duiven deugen niet. Ja man, hier houdt ze de grond tenminste een beetje leefbaar voor de belastingbetaler. En je mag gewoon mens zijn. Dus als je een keer wat zaken hebt om te regelen in de stad of zo, je hoeft niet net als in Nederland de hele dag geen water te drinken omdat je nergens kan. Hier kan het gewoon, je kan gewoon naar het toilet. Dus hier ben je gewoon een mens en hier houden ze de boel leefbaar. Nederland, hier kunnen jullie van leren. Dus overal hier, ook bij de winkelcentra in de stad heb je gewoon openbare toiletten. Ja man, dat scheelt wel hoor. Daar hier, ineens hebben ze een soort nieuwe police force. En hebben ze zo'n mega pand en zo. En dan denk ik van, wat is dat voor nodig? En niemand denkt eraan van, wat zal dit zijn of zo. Het is allemaal heel, ja, weet je, mensen hebben totaal geen wantrouwen. Zo. Het zou wel goed zijn. Iemand zei, ja, dat is voor die bosbranden. Terwijl, ja, ze rijden hier de hele dag rond. Ik heb echt nog nooit gehoord van hoe heet dat? Boas in Portugal, hoor. Oké, dat zijn echte bussen, maar daar staat de prikbus. Ministerie van Volksgezondheid, toch? Oké, dan gaan we even een stukje verder lopen. Laten we zeggen, ik ben niet zo goed met wiskunde, maar jullie COVID luiden al helemaal niet. Want jullie gaan nu zien dat 1 plus 1 duidelijk 2 is en toch zullen jullie het niet geloven. Laten we zeggen, we gaan 100 meter verder lopen nu. Ongeveer. Nee, ik laat hem aanstaan. Not right now. Kijk, en daar staat de ambulance. Snap je? Dus ja, jullie kunnen wel niet in de wiskunde en in de wetenschap geloven. Maar ja, 1 plus 1 is 2. Maar ja, sneu man, wel zielig. Ja, niet prikken mensen. Weet je toch? Wel grappig. Dus dit was een cultureel iets. Daar heb je ook een galerie en een openbare wc. En hier had ze altijd een podium. En hadden ze hier feest en zo. En dat is nu weg. En dat moet wijken voor dit. Een plek voor sociale en maatschappelijke sociale plek. Het is echt niet te geloven dit. Ja man, stijgende energieprijzen, economie failliet. En kijk hoe deze mutsen erbij lopen. En kijk wat ze daar hebben hangen. Hoe de fuck ga je dat ophangen terwijl je hele land naar de kloten gaat? En dan ga je zo'n oorlog steunen. Ja man, diesel is tegenwoordig duurder dan benzine hier inmiddels. Ik weet niet of dat dan ook in Nederland meteen zo loopt. Maar ik denk soms ook van, we kunnen van elkaar leren. Want ik voel soms alsof ik soort van uit de toekomst kom of zo. Omdat in Nederland, en Nederland is natuurlijk gewoon een stukje verder qua dictatuur en EU en alles. En in Nederland weten we dat het wordt gezegd van de helft van Amsterdam moet veganistisch worden verplicht. Dus gaan er allemaal restaurants en snackbars en weet ik veel sluiten. En denk van, het is een kwestie van tijd. Want ze zitten hier ook. Dezelfde mensen die hier regeren, die daar regeren, zitten ook hier. En denk ik van, hoe ga ik ze dit uitleggen? Weet je wel, hoe vertel ik die kerel in het restaurant dat binnenkort zijn hele menu, elk gerecht op zijn menu gewoon eraf moet. Dat is lijp hoor. Dat is echt heel lijp. En ook met dit. En ook met Ja, ik ga dan schelden vanwege alle narigheid waar deze mensen onbewust aan medeplichtig zijn. Maar het is natuurlijk ook heel zielig, hè. In de zin van, ze maken zichzelf ook kapot. The mark of the beast. Ja, ze kiezen er zelf voor, zou je kunnen zeggen. Maar ga je verdiepen, mens, voordat je zo'n ding op je smoel stopt. Weet je wel? En
Ik las ook de andere krant net op het strand. Ik ben wel een beetje aan het on an information diet of zo, weet je wel. Ik ben niet te veel ermee bezig. Maar volgens mij is het een artikel van dokter Carla Peters. En ze zegt ook, waarschijnlijk is long covid die melkorgel. Die loopt jarenlang met zo'n ding. Ik begin al ziek te voelen na 20 minuten met zo'n ding. Of ja, het was lang geleden dat ik hem voor het laatst had. Maar mijn medische uitzondering was niet eens alleen principieel. Het was ook echt, ik kon er echt niet tegen. En deze gasten die lopen er al 2 jaar mee. Ja, ik kan het me niet voorstellen. 2,5 jaar voor deze mensen. Inmiddels mogen ze hem hier af. Sinds kort hoor. Het zou eigenlijk in de Pasen ingaan. Maar je zal maar een leuke Pasen hebben. Dus dat kon niet. Dus toen uiteindelijk in mei of juni of begin juli. Het is pas echt sinds kort hier. En nog steeds in de pharmacies en ziekenhuizen. En het coronalogica zal er wel zijn. Daar komen kwetsbare mensen. Maar die komen ook in de supermarkt. Maar goed. Weet je, met die coronalijn moet je niet gaan discussiëren. In andere woorden, toen wij... Ja, wij niet, maar jullie mensen die minder assertief zijn of echt geloven in die symbolen en rituelen van de COVID-religie. Toen jullie hem af mochten doen in de bus, zeg maar, in het openbaar vervoer. Want je mocht hem al afdoen in een winkel in februari of zo bij ons van 2022. Toen moesten ze hem hier nog dragen in overal nog. En toen jullie hem af mochten doen in de bus, dus dat was in juni of mei, juni, toen moesten ze hem hier nog overal dragen. En sinds kort mag hij dus wel af in de winkels, maar niet in de pharmacy, in ziekenhuizen, ouderenzorg en in de bus. Maar het ding is, heel veel van die vlaggen hier kunnen ook gewoon Oekraïners zijn, omdat die komen al heel lang naar Portugal. Dus hier in Portugal kent men de Oekraïners al een beetje. En zo bedoel ik dus, dat bedoel ik dus, zo kan je van elkaar leren. Want, hoe heet het, ook heel veel bankzaken. Bijvoorbeeld hier kon je rekeningen al heel lang betalen. Via het pinautomaat. En ik zal niet te veel zeggen, want ik wil die digitaliseringsgekken daar in Nederland niet op ideeën brengen. Maar in heel veel opzichten was Portugal dus verder dan Nederland in heel veel vlaktes. Op heel veel vlaktes. Ja, ik moest hier laatst aan denken, want we waren op dit strand. Dit is meer een rustig strand. Je hebt daar, want daar zit je echt in de stad. En je hebt hier natuurlijk wel, we hadden het net over het openbare toiletten. Nou, dat heb je hier gewoon, dus je kan gewoon terecht. Maar goed, als je niet al je spullen wil opruimen en inpakken. Vroeger, en daar moest ik laatst aan denken, want ik moest even, toch? En ik dacht, ik moest echt een eind lopen. Ik moest helemaal daar achter een auto gaan. En helemaal daar. Ik dacht van, shit man. En toen dacht ik... Ja, wacht eens even. Deze zooi is allemaal nieuw. Deze houten boardwalk. Deze boardwalk is helemaal nieuw, toch? En ik dacht... Oh ja, vroeger had je hele hoge struiken en shit. Dus de heren... Niet iedereen durft het, weet je. Niet iedereen is zo natuurlijk. Maar gewoon de heren... En in Nederland is het helemaal taboe. Maar daar noemen ze het wildplassen. Nou, er is niks wilds aan, hoor. Het is gewoon heel normaal. Dat deden ze hier gewoon. Dus iedereen ging die struiken in en dat was hier. Dit was een heel veld, dit was een soort tiny forest eigenlijk. Dat is waar die linkslui het over hebben, wat ze nu in steden willen bouwen. Tiny forest, waar die groene gasten het over hebben. Nou, dat was dit. Dit was een soort tiny forest. Je kon hier gewoon terecht. Dus ik moest daar laatst aan denken, want nu ineens kan het niet meer. Omdat ze hebben deze zooi gebouwd. En de duinen zijn weg. Het hele ding is weg. Dus hun zullen zeggen, we hebben deze shit gebouwd om... Hun zullen zeggen, ze hebben dit gebouwd om de duinen te beschermen. Nee, de duinen hebben ze verwijderd. De duinen hebben moeten wijken voor deze boardwalk. Voor dit houten gebeuren hier. Ja, dat is eigenlijk wat er is gebeurd. De duinen zijn verwijderd voor dit. Dus het is niet om de duinen te beschermen. De duinen zijn hier toch verwijderd. Ja, dat is niet normaal. Ja, daar moest ik laatst aan denken. Ik dacht ineens, wacht eens even. Waar is die hele boel naartoe? Ja, die is weg. Er is nu gewoon een houten pad.
Hier bij de recyclebak, want ik vind het gewoon heel interessant hoe de maatschappij afdwaalt van de waarneembare realiteit. En dat zagen we ook met corona. Die mondkapjes leken wel een soort 3D-bril. Ik denk dat sommige mensen echt dachten dat ze in een pandemie zaten. En uiteindelijk, kijk, de meeste mensen die geloofden er niet in, want daarom draagt ook niemand meer een mondkapje in Nederland. Hier wel een paar, want het is net als in Duitsland, waar het regime het hardst heeft toegeslagen. Waar het regime het meest agressief was, daar blijft het ook het langst hangen. Dus hier zie je nog wel een paar gekken met de muilkorf, maar het is ook een kleine minderheid. Maar dus mensen dachten dat ze in een pandemie zaten, omdat het op het nieuws werd gezegd. Nou, dit is grappig. Hier, al wekenlang sinds ik ben aangekomen, worden deze bakken niet meer geleegd. Niemand heeft het door. Want het wordt niet op het nieuws gezegd, denk ik. Ik heb hier geen fake nieuws gekeken nu. Maar ik denk, omdat er geen big deal van wordt gemaakt, denken mensen dat er niks aan de hand is. Terwijl hier zie je duidelijk, er is een soort staking. Of de vuilnismannen hebben er geen zin meer in. Maar je ziet duidelijk dat dit niet wordt geleegd. Niemand heeft het hierover. Ik vroeg het laatst aan een oude vriend van ons. Ik zei, is er een staking of zo? Hij zei, nee hoor, niks aan de hand. Nou, niks aan de hand. Maar die pandemie was nergens te zien. Maar mensen dachten dat er een pandemie was. De prullenbakken zijn vol, maar mensen denken dat er niks aan de hand is. Oké, maar ja, ik vind het interessant. Maar goed, we gaan naar het strand. Ja, de opwarming van de aarde gaat zo hard dat je tegenwoordig met een muts en een winterjas naar het strand moet. Nou ja, die heb ik helaas niet bij me, want de afspraak, althans links, had beloofd dat het juist warmer zou worden. Dus ja, ik dacht gewoon een warme stranddag, maar ik ben inmiddels ontvluchtig. Dus ja, noem maar een klimaatvluchteling dan. Maar ik ga naar huis, man. Het is echt niet om mij te houden, weet je. Neem je jas mee als je naar Portugal komt, want de opwarming van de aarde komt eraan. Dus pontjas en een muts. Een sjaal. Die kan je hier ook kopen trouwens. Die Afrikanen, de Senegal, he got you. Hij heeft het voor je. Ja, GroenLinks. D66, jullie komen weer jullie beloftes niet na. Het is ijskoud, hoe bedoel je de opwarming? Ja, maar jullie kennen deze spot misschien van de eerste Rappie-vlog. Kijk, in Nederland schakelden we al heel snel over naar de oorlog en klimaat. Hier hebben ze trouwens nu ook al over klimaat. Mensen hebben hier al een brief ontvangen over je moet water besparen met de SDG's. En vervolgens ging het de volgende dag regenen. Net als in Nederland, toch? Toen ze laatst zeiden van de heetste dag ooit. En vervolgens ging het een week lang regenen. Want ja, het is gewoon Nederland. Het blijft Nederland. Maar goed, wat ik hier merk, hier leeft het virus dus ook nog echt. Dus op een gegeven moment, ze zouden de Pasen nog de melkkorf af. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan, want je zou allemaal een goede Pasen hebben. Uiteindelijk werd het de zomer. Ik mocht weer reizen. Nou ja, prima. Maar op een gegeven moment hadden ze wel een nieuwe campagne. En dat was in het openbaar vervoer. Dus mensen moesten zelfs om naar een eiland te gaan, hier in de buurt. Dan moet je met een boot. Die boot is gewoon open. Maar alsnog, het is openbaar vervoer, dus ze moesten die kappen. Dus mensen wisten beter. Maar ze gingen toch gewoon doen, want ja, het is een beetje de pandemie van de egoïst. En van, nou ja, zolang ik het wel kan. En ja, als jouw kind ook gaat van de prik, nou ja, wij leven nog. Dus ja, dan het zij zo. In ieder geval zat de hele campagne nieuwe posters van, nou, de farmacies moeten nog in het openbaar vervoer. Dus stel je voor, als jij met het openbaar vervoer moet reizen, je hebt geen auto. Je hebt je ouders die in een verpleeghuis zitten. Dan zit je elke dag nog steeds met een melkkorf, dus het verandert eigenlijk niks. Ja, dus je ziet gewoon, en nu hoeft het inmiddels niet meer. We zijn een paar weken verder dan die dag 1. Maar je ziet heel veel mensen die doen nog steeds op. En ik weet niet wat ze op de fake news zeggen. Ik weet niet of ze weer angst zijn aan het zaaien, want ik kijk er niet naar. Maar je ziet heel vaak dat mensen weer zelfs buiten ermee lopen. Want het was een tijdje. Het is hier nooit net als in Spanje gelukt om het buiten te doen. Alleen in drukke plekken. Maar niemand hield zich eraan, want ik was er toen het werd ingevoerd. Maar het heeft wel de deur geopend voor bepaalde gekken om het toch te doen. Terwijl toen, in die tijd, was het alleen binnen. Maar omdat de overheid het probeerde buiten ook verplicht te stellen, zijn er gekken die het gingen doen. Dus, maar je ziet dus waar het regime het hardst heeft toegeslagen, dus net als in Duitsland, dat mensen nog met kappers lopen. Terwijl in Nederland zie je dat nooit meer. Dus ook hier, het speelt nog echt. Het is echt een part of the national identity geworden. Het is gewoon heel moeilijk om het eruit te krijgen. Het was heel streng hier. Ik heb mezelf laten vertellen dat in het begin, in 2020, dat men niet naar buiten mocht zonder verklaring. Ja, dus ook hier hebben ze een apotheek. En het is heel grappig, want ze hadden echt een hele, nou ik mag niet meer zeggen fascistische chick, want inmiddels zie ik haar niet meer zo. Want ze kwam in die tijd met de melkkorf van de auto naar binnen. Ze stuurde mensen terug naar de deur. Als ze geen kapje op hadden, dan moesten ze aan de deur een kapje van haar afschaffen. Maar nu dat is afgeschaft, hing er dus een bord. Je moet nog steeds in apotheken, openbaar vervoer, de hele nieuwe campagne moet je nog steeds kapjes dragen. Die is inmiddels weg. En zij doet ook haar kapje netjes af, terwijl in sommige bestaan gaan de regels. Dus ik moet haar respect geven.
toen het nog verplicht was, was ze echt een superfascist. Ze maakte geen uitzonderingen, maar nu dat die af moet, en nu dat bord weg is, doet ze en netjes af. Terwijl heel veel mensen lopen er nog mee. En ik heb een keer ook mensen die ik moest op aangesproken. De winkeliers, niet de mensen zelf, want die moet je natuurlijk met liefde en respect behandelen. Want die hebben het juist nodig, die angstige mensen, die moeten niet meer angst geven. Maar ik heb wel gezegd tegen winkeliers, moeten jullie niet vragen aan die mensen om de kapjes af te doen? Want de regels zijn voor iedereen. Dus toen die op moest, zeiden jullie tegen iedereen, doe een kapje op. Nu dat die af moet, zouden jullie eigenlijk aan de deur moeten zeggen, meneer, doet u even het kapje af? En dat doen ze niet. Dus dat vind ik gewoon... Dus ik heb ze wel aangesproken, maar ja, weet je, laat maar, we gaan niet strijden. We hopen dat het gewoon zo blijft hier. En ook in Nederland, want ik hoor inmiddels dat ons en ook weer dat ze weer gaan proberen. Maar goed, ze gaan toch wel door met de agenda en de plannen. En dan doen ze het. Dus ze gaan het one way or another, gaan ze erbij drukken. Maar even met ze. Ja, dit is dan even tussendoor. Dit is de marina in Vilamoura. En overdag zie je allemaal gezinnetjes. En vroeger was het ook gewoon best wel aardig gewoon. Ik kwam hier ook als kind. Met mijn ouders en zo, ijsje eten. Na de bios, je weet toch? En de bios zegt ze anders, maar nadat je... Nou, maakt niet uit. En ijsje eten enzovoort. En ik wil niet als... nu ga ik natuurlijk beticht worden van rechtspopulisme. Maar wat er is gebeurd, hoor, doordat volken zo worden ontworteld... en hun landen geplunderd en immigratie zo wordt verheerlijkt... En dat er hier zo'n rijkdom is, dat van hun is afgepakt, komen hier, net als in Nederland, komen hier allerlei mensen op af. Als in, op Portugal af. Net als in Nederland, mensen die zich hier niet thuis voelen, hier misschien niks te zoeken hebben, niks met het land hebben en het land niks met hun. En toch maar het willen, omdat ze wat is wijsgemaakt. En wat gebeurt uiteindelijk door jullie linkse ideologieën? Worden mensen ongelukkig, belanden ze in de mensenhandel, in de prostitutie. Dus hier zie je dat veel met Brazilianen. Het is niet goed. Je moet het niet verheerlijken. Sommige mensen prima, die zijn hybrides, die kunnen wel gewoon, weet je. En die hebben altijd, er zijn Brazilianen die altijd hebben gedroomd om naar Portugal te gaan. Er zijn Marokkanen die altijd naar Nederland wilden gaan. Die haten de zon in Marokko. Maar er zijn ook mensen... Die belanden in de prostitutie, zoals hier, deze tent hier. Toevallig ken ik deze. Eli Spa. Die zetten gewoon wijf aan het werk. Het is gewoon een vermomming. Het is geen spa. Het is gewoon een farce. Deze dames worden gewoon geprostitueerd. Kijk, de ATM staat er ook. Je kan daar niet met pin of iets betalen. Of creditcard. En toevallig weet ik van deze tent dat er diensten worden aangeboden. En als je iets weet van prostitutie, is dat vaak het echt niet een keuze is of de oudste beroep ter wereld. Maar dat het vaak uit nood dat die dames daarin belanden. Of uit dwang, ze worden gedwongen. Dus het is niet leuk, het is niet grappig. En we moeten het niet verheerlijken. Prima als jij altijd al naar Nederland wilde. Of weet je, als iemand uit Ghana altijd al in... zullen we iets geks noemen? Laten we niet eens Europa noemen. Thailand wilde wonen. Helemaal prima, dat kan. Ik heb ook in veel landen gewoond. Gereisd. Ik voel me na een tijdje... Ik voel me niet altijd in Nederland thuis. Maar als ik in Portugal ben, denk ik na een tijdje van... Nou, nu mis ik Nederland wel. Zeker met de strijd die we hebben gevoerd. Ik heb wel een nieuwe respect voor de Nederlander. Maar we moeten het niet verheerlijken. Het is niet voor iedereen. Er valt niks te halen. Zeker niet na de pandemie. En nu met de oorlog die ze hebben gecreëerd. Dus beide zijn gecreëerd. Mensen die weten dat al. Dus het is niet leuk. Het valt niet te verheerlijken. Stop hiermee. Iedereen is welkom. Als je altijd al naar Portugal wilde komen. Als je altijd al naar... Ik wil waar je vandaan komt en je wilde altijd naar een bepaald land, helemaal prima. Je hebt daar een leuke baan, een leuk bestaan. Jullie hebben elkaar wat te bieden. Jij aan dat land aan jou, fantastisch, geweldig. Leuk toch, al die mensen bij elkaar. Maar wanneer mensen ongelukkig in steden belanden en in de drugs en criminaliteit en... Weet je wel, zelf gaan gebruiken en
uiteindelijk de vernieling in gaan. We hebben het hier over mensenlevens. Dus het is niet grappig om te zeggen, oh, je bent zeker een racist en iedereen is welkom en laat ze maar kapot gaan. Net als al die vluchtelingen die dan vervolgens hun kinderen straks door een Demming of zo'n type wordt. En uiteindelijk is dat ook gewoon één groot verdienmodel. De vluchtelingen, iedereen wil er wat aan verdienen. Dus het is niet leuk, het is niet grappig en het valt niet te verheerlijken. En inderdaad, onze leiders moeten gewoon uit die landen blijven. En die mensen hun land teruggeven en hun spullen teruggeven die ze hebben geroofd. Tijdens de Gouden Eeuw enzovoort. En blijf uit die landen en laat mensen in hun landen. Een Braziliaan hoort in Brazilië. En prima als weet ik veel, als ze een Portugees ontmoet en ja, net als, hoe heet die, zo, net als die serie, grenzeloos verliefd, hè? Of dat je een baan in een ander land, of stage, studie, tijdelijk, vakantie, allemaal prima. Maar we moeten, weet je, we moeten echt stoppen met de verheerlijking van immigratie. Want mensen gaan de vernieling in. En dan is het niet meer leuk. Dan is het niet sociaal om te zeggen, oh, refugees, welcome. En mensen voor rechtspopulist uit te schelden, omdat ze gewoon het beste willen voor anderen. Snap je? Dus ja, wat ik hier zie is en het groeit echt. Het gaat heel snel. Het is echt een stijgende markt. Braziliaanse dames die in de prostitutie belanden. En ja, goed, daar kan je van alles van vinden. Maar je komt er nooit meer uit. Je wordt er niet gelukkiger van. Je hebt vaak iets nodig om het werk vol te kunnen houden. Dus je gaat de vernieling in. Het is destructief. Je gaat er kapot aan. Dus het is niet leuk. En daar moet men wel rekening mee houden. Het is gewoon mensenhandel. Die hele immigratie, dat verdienmodel erachter, massa-immigratie. Laat die mensen met rust, man.